Ze hadden al een dichter des vaderlands, nu een kok des vaderlands. En dat wil zeggen dat ik zeg maar actuele gebeurtenissen ga vertalen naar eten. We kennen jou van dropsoep, chocolademousse met zeewier en nog veel gekkere dingen. Maar ben je ook de man van gezond? Je heeft toch een aardig buikje, ja, maar, hè? Wat is gezond, weet je? Ik bedoel, ik hoef geen... ja, dat gaat jij ons vertellen. Ja, maar ik ben niet rooms van de paus, weet je? Ik bedoel, dat is gewoon... ik vind snacken ook lekker. Maar als je zeg maar bijvoorbeeld een ei in het water gooit en dan tot het kookpunt en daarna het gas uitzet en dan de pan van vuur, dan is hij na 8 minuten net zo hard als je hem kookt. En dan sparen we nog gas uit ook. 8 minuten lang. En dan zullen die Groningers blij mee zijn. En op mijn grafsteen Tom kan staan Pierre Wint, koks des vaderlands. Yes! Doe het even her. Oh. Ah, kijk eens zo. Ik ga zo op jou zoenen. Oh man. Hey, nee, gefeliciteerd. Oké, dankjewel.